De laatste tijd is André Hazes junior vaak in Amerika te vinden, maar wat zit daar nou eigenlijk precies achter? Een goed ingevoerde bron klapt uit de school in Weekblad Privé. Alles wat hij doet, heeft een doel. André is niet alleen op zoek naar zijn eigen nieuwe leven, maar ook naar dat van zijn carrière. André wil aan de andere kant van de oceaan inspiratie opdoen. In Amerika heeft hij gekeken hoe hij aan het eind van het jaar beter en groter terug kan keren dan ooit. Hij wil vanuit een diep dal weer gelijk op de kaart komen te staan. Maar wel met nieuwe muziek en ideeën die gelijk moeten staan. Daar wordt hard aan gewerkt, aldus de bron. Het lijkt rustig rondom André, maar achter de schermen wordt er al gewerkt aan een geweldige comeback. En de fans willen dat ook. Hij heeft nog steeds een enorme achterban, die hem liever gisteren dan vandaag weer ziet optreden. Het is een spannende ontwikkeling, zegt de bron. Dit hele proces wordt vastgelegd door een vaste cameraman, die met hem meereist. Vlak voor zijn comeback zal deze documentaire uitgezonden worden op televisie. En dan zal te zien zijn welke moeilijke weg André heeft bewandeld, maar ook hoe heftig zijn jeugd echt is geweest. Wat zegt hazoloog Yvonne Koldewijer hierover? Zij meldde afgelopen vrijdag nog dat André op die dag naar Boston vloog. De laatste tijd maakt hij veel tripjes naar Amerika om daar te filmen voor zijn docu. Hij schijnt naar een comeback toe te werken, gelijktijdig met de release van de docu. Wanneer dit op de planning staat, is onbekend.